Er is momenteel te veel harmonie in Nederland. We zijn het allemaal te veel met elkaar eens. Geert Wilders heeft een lelijk kapsel. Pizza is lekker. Moord is niet echt bepaald aardig. En Humberto Tan is beter. Dan Twanhuis. Dat zijn dingen waar jij en ik waarschijnlijk dezelfde meningen hebben. Maar het zijn juist de dingen waar jij iets compleet anders vindt dan ik en de meeste mensen waar het interessant wordt. Dat stemmetje in de hoofd dat schreeuwt: waarom ben je zo? Waarom ben je niet gewoon zoals de rest? Dus vandaag gaan we kijken naar jullie meest onpopulaire meningen. En daar ga ik dan vervolgens. Mijn mening opgeven. Ik heb 286 inzendingen gehad. Ik ben hartstikke benieuwd. Kom maar door met jullie rare bullshit. Kernenergie is de toekomst voor lagere CO2-uitstoot. Ja, dat, dat klopt. De meeste mensen hebben ook geliked. Daarom staat die bovenaan. Dus eigenlijk is je niet-populaire mening best wel populair. Dus eigenlijk heb je verloren. Maar je staat wel bovenaan. Lesbisch zijn is slecht omdat er dan minder vrouwen voor mij overblijven. Je hebt soort van een punt. Um, maar ik heb toch het gevoel alsof je een, een klein beetje een grapje maakt. Aan de andere kant, homoseksuele mannen. Fucking vet. Meer dames voor mij. Uh, als er heel veel mannen gay zouden zijn en heel weinig vrouwen lesbies. Dat is wel een soort paradijs. Maar ik hoop wel dat er ook mensen zijn met serieuze meningen. Die iets minder gebaseerd zijn op een grappie. We gaan het zien. Ik vind maar 40% van je video's echt leuk. Maar daar doe ik het voor. Waarom heeft dit 79 likes? Auw, ik bedoel, dit is controversieel. Sowieso, maar het doet wel pijn. Roman Viper heeft een hele rant over feminisme en racisme en een beetje de positieve discriminatie. En hij heeft in principe een toch van een punt. Het is zeer zeker belangrijk dat we niet gaan kijken hoe zorgen we ervoor dat bij een baan 50% man en 50% vrouw is. Hoe zorg je ervoor dat je de beste mensen krijgt? En dat is soort van wat een bedrijf al wil. Wat ik altijd wel leuk vind om te zeggen in deze hele discussie over dat vrouwen zogenaamd minder betaald krijgen voor hetzelfde werk. Dan zeg ik altijd van oké, okay, maar. Waarom zou een bedrijf dan niet alleen maar vrouwen in dienst nemen als ze letterlijk goedkoper zijn dan mannen en hetzelfde werk doen? Nou, is het ding voornamelijk dat ze niet minder betaald krijgen en niet dat ze minder goed werk verrichten. Voordat we dat soort controversiële meningen gaan krijgen: vrouwen zijn kut. Mening van de dag. Merkkleding is zeer, maar dan ook zeer zonde van je geld. Ja, ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Enzo Knol is echt de Bielsaai. Nou ja, in principe zijn de meeste mensen daar niet mee eens. Want hij heeft tont hoeveel views op zijn vlog. Aan de andere kant, als je vergelijkt met heel Nederland. Kijk maar een klein percentage van Nederland. Nou ja, letterlijk iets van 10% van Nederland is geabonneerd op Enzo Knol. Dus of de andere 90%. Weet niet van ze bestaan. Of die vinden ze vlogs ook kut. Je zou je kinderen onder de leeftijdsgrens, ik zou zeggen 14 of zo, niet op social media mogen zetten. Het idee is soort van oké. Okay. De vraag is vooral een beetje: wat is er nou echt schadelijk voor jonge kinderen op social media? Als ze op een of andere manier terechtkomen in rare privégesprekken met pedofielen, is er wel een soort van een probleem. Als ze in één keer al hun geld weggooien bij een of andere streamer is dat best wel problematisch, maar de vraag is wel hoe wil je dit gaan doen? Moet het gekoppeld worden aan vingerafdruk en je paspoort of wordt het gewoon zoals op een porno website gewoon ben je 14? Ja, is goed. En je kan altijd liegen over dit soort dingen, maar moet je technisch zelfs iets van 14 zijn voor een Facebook account. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Dus ik denk dat het vooral heel moeilijk is te hanteren. Het is ook een beetje raar om die restrictie echt op te leggen. Het lijkt me ook alweer meer een soort ding van de ouders van kijk even of je kinderen de hele dag met pedofielen in contact zijn. Of niet. Wel een handige. De body positivity beweging is een excuus voor dikke mensen om vooral niet gezond leven te leiden. Ze komt officieel mee. Dat is goed. Dat is goed. Gewoon, ja, dikke mensen zijn gewoon lui. En in plaats van afvallen willen ze gewoon geaccepteerd worden dat dik ook gewoon mooi is. Ik denk dat het gewoon een stukje biologie is. Wij vallen op een lichaam dat er gezond uitziet. Dat zijn, dat zijn positieve... Biologische eigenschappen. Grote tetters houdt in dat je een vruchtbare vrouw bent. Een grote spieren houdt in als man dat je je vrouwtje kan beschermen in gevaar. Dat is allemaal erg prehistorisch, allemaal, maar zo werkt het wel, een soort van. En als je er compleet onverzorgd uitziet, of je nou heel dun, heel dik, uh, allemaal steekwonden in je ogen hebt. Dat zijn gewoon eigenschappen waar je toch soort van op selecteert als je een partner zoekt. En dat kun je, denk ik, niet forceren. Komt meen ik Of toch weer niet? He, Hè? Oeh, deze is wel controversieel. Serpent Gameplay moet de Feeder Awards winnen in plaats van lekker spelen. Ik heb het eerder gezegd, ik ga het nog een keer zeggen. Ik vind eigenlijk diep van binnen oprecht dat lekker spelen de beste Twitcher moet winnen. Want. Ze hebben gewoon oprecht hele goede livestreams. Dit is vooral een verschil. Mijn livestreams zijn heel erg gefocust op interactie. Gewoon, ik start een game op en ik ga een beetje kletsen met mensen. Lekker spelen zijn vooral met elkaar in gesprek en daarin droog aan het kutten. Maar hun streams zijn veel beter voorbereid. En ik denk misschien op een bepaald niveau leuker om naar te kijken. Ik wil alsnog die fucking video. Award. Dus stem even op mij. Maar als ik verlies vind ik het zeer zeker terecht in ieder geval. Transgenders zijn ook gewoon mensen. Ik geloof dat de transgenderacceptatie in Nederland echt 96% is. Dus niet bepaald een onpopulaire mening. En wat zouden ze anders moeten zijn? Aliens? Ik waardeer Rikshandgebaren. handgebaren. Oh, dat dat wel. Ik waardeer jezelf zelf in ieder geval totaal niet. Dus ik kan dit soort van van je waarderen dat jij het wel waardeert. Maar het is best wel controversiële mening. Bohemian Rhapsody, allebei, de film en het lied, zijn heel erg overrated. Ze zijn best prima, maar ze worden echt de hemel ingedragen door mensen. Dat kun je bijna over alles wel zeggen. De allerpopulairste films en nummers zijn allemaal. Ja, ze zijn wel goed, ze zijn sowieso wel goed. Maar zijn ze nou echt het allerbeste nummer in bijna iedereen's ogen niet, niet? Ah, nog meer merkkleding haters. Toch fijn om ze te zien, ik ben er zelf ook eentje van. Uh, we moeten gewoon het helemaal omkeren. Iedereen die merkkleding draagt, is vanaf nu niet cool. En uh, is al zijn geld kwijt, want die shit is echt duur, man. Haha, <laughs> dat zal ze leren. Als Epic Games al dat teringgeld van die pauperskins in een nieuwe Holocaust investeert, is Fortnite een soort Hitlerjugend. Ja, dat is niet een mening die ik had, dus ik reken hem goed als onpopulaire mening. Het valt ruizen mee hoeveel we aan de opwarming van de aarde kunnen doen. Je ziet het door de eeuwen heen steeds warmer en dan weer kouder worden. Sowieso dat er echt wel een menselijke component is. Het is zeer zeker waar dat co 2 levels en temperaturen door de geschiedenis heen alle kanten opslingeren op een zeer hoge tijdschaal. Maar je hebt zeg maar zo de industriële revolutie: punt dat we echt kolen in de fik gingen zetten. En zeg maar CO2 in de lucht en temperatuur die allemaal zo precies tegelijkertijd zo, oh, zo de lucht in gaan. Dan vind ik het best al snel heel logisch om ervan uit te gaan. Dat er een verband is. Dan is de vraag eventjes... Moet Nederland extreem veel geld gaan investeren om dat tegen te gaan? Of moet je gewoon zeggen... Ah joh, kut China, steekt ook die kolen ook in de fik. Moeten wij het ook doen? Ja toch? Uh, dat is even een hele andere discussie, maar... Ik ben het niet met je eens. Dus je hebt een goede reactie. Zouten landen is echt een slecht nummer. Wow, 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 wow. Ik heb meerdere reacties gezien van... Oh, Nederlandse muziek is kut. En... Instinctief zou ik willen zeggen, ik ben het met jullie eens. Maar ik denk dat we gewoon in het algemene afkeer hebben voor Nederlandse taal. Voor mijn gevoel is een groot deel van wij die Nederlandse muziek kut vinden. Gewoon omdat we Nederlandse taal gewoon niet cool vinden. Engels is gewoon veel cooler dan Nederlands of zo. Dus kan de Nederlandse taal er echt wat aan doen? Of ligt het echt aan de muzikanten die heel kut zijn? Dat je geen fan bent van Frans Bauer, kan ik best goed begrijpen. Je hebt niet even voor hem. Maar ik denk dat een heleboel Nederlandse rap, als je gewoon puur naar de beat luistert en gewoon de flow van de nummers, is het exact hetzelfde als een Engels nummer. Maar dan. In het Nederlands. Dus ik vind het een beetje lullig om te zeggen, ja, oh, je rapt in het Nederlands, oh, is het per definitie kut. Overigens, Souterlande is oprecht een chill nummer. Het is gewoon helemaal uit de hand gelopen in het feit dat als de radio een chill nummer vindt, of het nou het duurt te lang is of te landen, dan draaien ze die shit fucking de hele dag tot iedereen dood wil. Als we daar nou weer stoppen, dan blijft het nummer misschien nog intact. Zuiver en puur. Ik luister zelf geen radio, want de radio is kut. officiële mening van de dag. Zet gewoon je eigen muziek op. Fuck de radio. Waarom heb je een of andere inkanten DJ nodig? Oh, even dit nummertje. Je hebt gewoon een Spotify-pik. <laughs> Ik vind Zouterland oprecht een chill nummer, maar het wordt er nog niet kapot gedraaid. Het staat in mijn playlist tussen 500 andere nummers. Zo houden we het leuk. GTA 4 is de beste. GTA. Gevolgd door GTA 5 is de slechtste. GTA. Sowieso GTA 5 is niet de slechtste. Heb je GTA 1 en 2 gespeeld? Die games zijn vandaag de dag praktisch onspeelbaar. De enige waarde van die games is historische waarde van oeh, zo was GTA ooit. GTA 5 is sowieso een stukken beter dan die. Dat je GTA 4 boven GTA 5 zet, kan ik niet helemaal begrijpen. Maar waarschijnlijk ben je opgeruimd met GTA 4. Een beetje een nostalgisch ding. GTA 5. Is een lekker spelletje. Democratie is niet de optimale vorm van regeren. omdat mensen echt knijterdom zijn. Dat is soort van een beetje mijn hele conflict met het referendum. Aan de ene kant vind ik het heel fijn dat het volk. Gewoon daadwerkelijk kan krijgen wat ze willen. De regering kan gewoon zeggen: hey, we hebben een nieuwe wet. Hij laat dat we jullie allemaal aan de reet neuken... En je kan er niks aan doen, want jullie hebben ons gekozen. En pas over een paar jaar zijn er nieuwe verkiezingen. En dan pas kan je het recht zetten. Het is heel fijn als je als volk een soort handrem hebt van: nee, regering, naai ons niet. Het is vooral als je dus ja, vrij weinig vertrouwen hebt in de regering. Maar ik merk vooral in de politiek. Even een stukje politiek doorheen pompen. Dat iedere keer hebben ze verkiezingsprogramma's. We gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. En dan opeens is het. de verkiezingen zijn voorbij. En dan begint de politieke periode. En dan denk ik: komen er allemaal wetten doorheen. waar iedereen boos op is. die nooit van tevoren besproken zijn. Zo van, hè? Een voorbeeldje: de dividendbelasting. weet je wel. Het was helemaal geen verkiezingspunt. En opeens was iedereen boos. Dan is het fijn als je een referendum hebt over dat soort dingen. Het enige nadeel nou is dat inderdaad de meeste mensen. zoals de vorige referenda redelijk hebben laten zien. Geen idee hebben waar ze op stemmen. Ik heb op beide ook gewoon niet gestemd. Omdat ik het probleem gewoon veel te complex vond. En ze zei van ja, ik heb me niet ingelezen. Ik ga niet stemmen omdat de rest iets stemt. En dat hele Oekraïne-referendum werd meer een soort ben je voor of tegen Europa. Ben je voor of tegen Rusland. Dan echt daadwerkelijk dat hele verdrag gelezen hebben en daarmee eens zijn. Dus ja, het probleem is wel erg dat, dat mensen zijn best wel debiel. <laughs> maar wat moet je dan doen? Weet je? Wat moet je dan doen als je geen democratie hebt? Moeten we dan gewoon. Weer een koning hebben die alles bepaalt. Kan ook gewoon een sukkel zijn. Dus een land regeren is gewoon moeilijk. Daar zijn we het sowieso over eens. PVV is eigenlijk helemaal niet zo slecht. Nou ja, we zien PVV vaak als een extreem rechtse partij. Helemaal lekker rechts. Maar dat valt eigenlijk wel mee, want een van de standpunten van PVV is... ...meer geld naar de zorg! Meer geld naar mensen met een uitkering! Dat zijn eigenlijk best wel linkse standpunten. Gewoon graai het geld van de grote rijke mensen en geef het aan de armen. Dat is best wel links. Het is best wel links, behalve dat ze dan gewoon echt een gigantische teringhekel hebben... ...aan iedereen die geen Nederlander is. Arme Nederlanders, dat zijn de echte arme mensen. Waar ik het in principe niet echt mee eens ben. Het enige wat je gedaan hebt om Nederlander te zijn... is in Nederland uit je moeders kut te rollen. Waarom zou iemand uit een ver land niet ook recht hebben om in dit land te wonen? Nee, nee, dan ben je opeens een gelukszoeker. Zo van, als je uh, in de supermarkt werkt... en je hoort opeens dat in een andere supermarkt... mensen twee keer zoveel geld verdienen. Dan ben je toch super dom als je niet naar die andere supermarkt toe gaat. Ik snap, zorg ervoor dat je iets moet regelen dat niet je hele... Nederland in één keer vol zullen mensen die de taal niet spreken. Maar Nederlander zijn is niet opeens een soort ding dat je recht geeft op allemaal coole dingen die mensen uit andere landen niet zouden mogen hebben. Maar dat ben ik dan weer als een redelijk linkse rakker. Ik vind dat de regeling oog om oog, tand om tand, ingevoerd moet worden. Ik vind dat wel heel erg oldschool, Lucas. Het is een beetje vooral de vraag, waarom straf je? Straf je iemand om aan te geven, hé... Hey, dit is niet goed. Doe dit niet nog een keer. Of straf je iemand omdat ze iets fout hebben gedaan en nu moeten ze kapot. Je zou kunnen zeggen als je iemand vermoord, doe je dat met dusdanig voorbedachte raden. Dat eigenlijk, er valt wat voor te zeggen. Je kan iemand vermoorden en een paar jaar cel krijgen. Die persoon die je vermoord, is dood. Voor altijd. Ik kan best begrijpen dat als nabestaande van die persoon, dat je het liefst dat de moordenaar ook gewoon de kogel krijgt. Dat voelt dan weer wel lekker, le lekker rechtgetrokken op zo'n manier natuurlijk. Het is heel moeilijk, vooral, vooral in het geval van moord. Zou iemand die iemand vermoord, gewoon standaard vermoord moeten worden als je het doet met voorbedachte raden. Zelfverdediging is natuurlijk heel wat anders. Laat even lekker weten, dan hoef ik mijn mening er niet over te geven. Rick gaat nooit de 100.000 abonnees halen. Nou, ik ga daar redelijk snel heen. Waarschijnlijk dit jaar nog lekker konttatuutje. Oude muziek, 60s, 70s, 80s is saai. Ik vind het leuk omdat veel mensen reageren: Oh, de muziek van vandaag de dag is zo so kut. Die mensen heb ik echt een hekel aan. Als je vindt dat er vandaag de dag geen goede muziek is, moet je beter zoeken. In de 60s, 80s, whatever, vonden de mensen de muziek die toen populair was, die we nu zien als muziek van die tijd, waren er ook mensen die dat kut vonden. Er zijn gewoon altijd mensen die zeiken op popmuziek. En dat je de popmuziek van toen beter vond. Dat zou kunnen. Je hebt nooit alle muziek van de 60s, 70s, 80s gehoord. Er zitten vast wat nummers tussen, speciaal voor jou. Transgender zijn is een mentale ziekte, genaamd genderdysforie. Dat is een niet bepaald populaire mening. Dus in dat opzicht, doe je iets goed. Je gaat heel veel vijanden maken. Met die mening, maar je bent Stalin, dus dat scheelt. Hij heeft ook een soort van argumentatie. Een geslachtsoperatie is niet de oplossing... omdat zelfmoordpercentages voor en na de operatie... gigantisch boven het gemiddelde liggen. En nee, ik wilde eigenlijk meteen reageren... dat komt waarschijnlijk omdat mensen zoals jij... Uh, transgender mensen zo erg verstoten dat ze een gigantische hekel aan zichzelf krijgen. Het ligt niet aan buitensluiten, want buitensluiten heeft in amper tot geen gevallen geleid tot gigantische zelfmoordpercentages zoals dit. Het slaven zelfmoordpercentage zat niet eens op een kwart van dit cijfer. Dus puur qua, qua cijfers lijkt hij best wel gauw een punt te hebben. Ik denk dat hij gewoon probeert te beweren, ze maken zichzelf allemaal dood. Dus is het een mentale ziekte? Ik kan me voorstellen dat het echt wel heel kut is om geboren te zijn in een verkeerd lichaam voor je gevoel. Wat een heel groot deel van die zelfmoordpercentage is verklaard. Het enige ding is dus dat uh, na de operatie inderdaad die getallen niet echt veranderen. Het is niet alsof mensen die die operatie krijgen um, zich in één keer beter gaan voelen. Ik vind het moeilijk, want ik ben het niet met je eens. Alleen nu moet ik wel nog gaan uitleggen waarom ik het niet met je eens ben. Die getallen die je geeft. Er zit soort van iets in wat ik even niet handig uit kan leggen. Aan de andere kant, ik ben ook wel best wel een man van de wetenschap. En de wetenschap heeft gezegd dat het geen psychiatrische stoornis is. Dat was het eerst wel. Jouw denken is een beetje. Old school in die zin. Maar dat is op dezelfde manier dat homoseksualiteit ook heel lang in de psychiatrische stoornissenhandboek zat. Dat als je gay was, was je ook gewoon ziek. En dan moest je gewoon een hele hoop stroomstoten krijgen. En dan was je genezen. Stel, we gaan er even vanuit dat het wel een mentale ziekte is. Het is een aandoening in je hersenen. Het is In principe, het is sowieso iets in je hoofd waardoor je het andere geslacht voelt. En als, dat, als je je zo voelt, waarom zouden die mensen dan niet accepteren? Nou, zegt deze persoon ook in principe niet dat we die mensen niet zouden moeten accepteren. Dus dat, in dat opzicht gaan we nog een soort van de goede kant op. Ik heb het gevoel alsof ik in één keer in een discussie val waar ik niet volledig op voorbereid ben. En ik wil niet uh, een van beide partijen, vooral de partij waar ik voor ben, in één keer op een of andere manier negatief wegzetten. Dus we laten het even hierbij, Jozef Stalin. We kunnen wel nog verder vechten in de reacties. Ga ik even een boek lezen of zo. Ik ben pro-incest en ben willend hierover in gesprek te gaan. Hell yeah! Nou. Nu klinkt deze gast als een gekkie, maar ik heb deze discussie wel eens gehad. Ik krijg altijd ruzie omdat mensen niet luisteren naar mijn, mijn argumentatie. Maar ik ben technisch gezien pro-incest: incest is een taboe. Je hebt geen seks met je broertjes en je zusjes. Want dat is fucking raar. Ik hoef ook helemaal geen seks met mijn broertje. Maar als jouw broertje seks wil met jou. En jij wil seks met je broertje. En je zorgt ervoor dat je geen kinderen krijgt. Want dan kan ze dat ze dan, ja. Wat is dan het probleem? Behalve dat het is fucking raar. Maar dat vinden jullie blijkbaar allebei geen probleem. Dus hé, hey, als je wil, mag je van mij je zus neuken. Of je broertje. Of je whatever. Als je dat allebei wil, zou ik niet weten wat technisch gezien er nou echt mis mee is. Behalve dat wij als maatschappij. Niet bepaald fan zijn van incest. Controversiële mening. Leuk. Er bestaan maar twee genders. En dat zijn man en vrouw. Wat ik vooral interessant vind aan de gigantische hoeveelheid extra genders die er zijn. Lees je een keer in. Er zijn letterlijk genders die stellen. Je gender verandert op basis van de persoon bij wie je bent. Er is een gender dat dat ik inhoud. Dat je je gender niet wil vertellen. Dat ik op een gegeven moment denk van oké. Okay, uh, Ergens in deze lijst zit sowieso de meest epische stront ooit verstopt. Ik zou denk ik willen stellen dat, dat er drie genders zijn: man, vrouw en iets er ergens heel vaag tussenin. En wat ik vooral interessant vind hierin is: hoe voel je je een gender? Je hebt dus een verschil tussen, tussen, tussen geslacht en gender. Geslacht is gewoon wat er tussen je benen hangt. En een gender is het geslacht waarmee je je identificeert. Ik vind het gewoon een heel interessant iets dat ik ben een man. Maar ik voel me in principe geen man. Hoe voel je je man naast gewoon een man zijn? Uh, dit is trouwens helemaal geen soort anti-trans vrouw. Daar geldt natuurlijk een beetje hetzelfde voor. Je bent een biologische man en je voelt je meer een vrouw of andersom. Uh, ik ben gewoon oprecht heel benieuwd hoe dat, hoe dat, hoe dat voelt ik geloof ze sowieso. ik ga echt niet vanuit dat mensen helemaal hun pik zouden willen afsnijden omdat ze aandacht willen of zo. dat is zeer zeker niet aan de hand. maar hoe voel je je een ander geslacht? ik ben een man. Uh, wat je wat heel erg ziet Als ze dat gaan verdedigen. dan wordt het heel erg van ja toen klein was speelde ik meer met poppen dan met auto's. zo van, dat is echt iets wat we heel erg zien als een soort gender role, weet je. Wel. dat is echt iets wat wij toewijzen aan man of vrouw. hoe voel je je man? ja ik drink bier en ik rij op motoren. zo van dat kan een vrouw in principe ook doen. Hoe voel je een ander geslacht? Ik ben oprecht benieuwd. Dit is oprecht. komt een beetje gemeen over, allemaal. Maar ik bedoel het gewoon oprecht als een vraag. Hoe voel je een ander geslacht? En hoe voel je al die andere duizenden geslachten? Dat lijken zo erg allemaal op elkaar. Uiteindelijk lijkt het allemaal een beetje op man, vrouw of ergens ertussenin. Dus dat zijn mijn drie favoriete geslachten wel. Minimumloon moet worden afgeschaft. Wat ik toevallig vandaag zag was een heleboel restaurants die allemaal zeiden, wij willen personeel. En dan denk ik van oké, okay, dus er is een gigantisch personeeltekort in de horeca. Heb je er al over nagedacht om de salarissen te verhogen? Want ze geven bijna allemaal minimumloon. Je zou dus haast kunnen zeggen, er is zo wanhopig een vraag naar arbeid. Als je minimumloon zou verwijderen trekken mensen vanzelf wel naar de plekken. Met hogere lonen. Aan de andere kant, waarom bieden plekken dan nog steeds minimumloon aan? Dus blijkbaar, als je dat wegtrekt, zakt het nog lager. Het is heel een dingetje. Laat de economie gewoon lekker zijn ding doen met vraag en aanbod. Ik heb toch het gevoel over een minimumloon, een loon dat als je die baan hebt, dat je gewoon als je 40 uur in de week werkt, kan leven. Dat is wel fijn. Wat is het nut van een baan? Wat dat het niet genoeg geld geeft om te kunnen functioneren in onze maatschappij. Ten eerste, zoveel mensen echt last hebben van een minimumloon. Ik ben redelijk fan. Er zijn twee genders: man en wasmachine. Sorry, er zijn dus eigenlijk vier genders: man, vrouw, ergens tussenin, wasmachine. Veel mensen die nu claimen vegan alles behalve hetero of depressief te zijn, zeggen dat alleen omdat het een hype is. Dus iedereen die homoseksueel is, doet het voor de aandacht, echt. Damn man, dat is wel echt gewoon veel aandacht. Gewoon hele grote aandacht pride. Uh, ik weet niet of depressies nou echt voor aandacht zijn. Als het dusdanig erg is dat mensen zichzelf letterlijk proberen dood te maken. Voor mijn gevoel is het dan best wel een serieus probleem. En niet iets wat je doet voor aandacht. En vegan. Vegan is ook niet echt iets voor de aandacht. Ik, ik kan best wel begrijpen dat je dieren heel leuk vindt. En dat je ze dan niet dood wil maken en ze wil opeten. Laat ik het zo zeggen. Heb jij een kat of een hond? Zou uh, het leuk vinden als ik die doodsla en dan, dan samen op gaan eten? Niet gek. Misschien is het omdat je van aandacht houdt. Wietroken in de schoolpauze maakt je geen junkie. Iedereen op school noemt me daarom junkie. Uh, in de wijze woorden van professor ook. Er is een tijd en een plek voor alles. Maar niet nu. Uh, wietroken is helemaal prima, daar heb ik geen enkel probleem mee. Maar je bent, laat ik op school voor jezelf. Om dingen te leren. En van wiet roken uh, heb je minder aandacht. Dan kun je dingen minder goed onthouden. Dus doe dat niet op school. Doe dat lekker thuis. Als je klaar bent met je huiswerk. Als je letterlijk zoveel wiet rookt. dat je het moet doen in de pauze. dan zit je wel een beetje op het punt. dat je toch. sorry. Redelijk verslaafd bent. Je school is er waarschijnlijk onder aan het lijden, want je let minder goed op. Misschien heb je goede cijfers, maar ze hadden sowieso beter kunnen zijn. Iedereen vindt je ook een beetje een rare gast omdat je zoveel wiet rookt, dus het is ook een beetje een sociaal dingetje. Ik zou zeggen: maak lekker je huiswerk en rook lekker s'avonds een dikke toeter. Ik vind het toch wel niet helemaal goed te keuren gedrag om te zijn. En hij zegt: je kan prima fappen op anime. Kijk, dat is zo'n ding, weet je. Don't hate it until you try it. Dat laat ik allemaal jullie over. We worden allemaal geboren als originelen. maar de meeste van ons sterven als kopieën. Daar zit soort van iets in. Je wordt geboren als een soort ongevormd hoopje lelijke bloederige klei. En vervolgens door het leven heen worden we allemaal hetzelfde. Er zijn maar zoveel mensen die je kan zijn. Dus uiteindelijk word je allemaal soort van hetzelfde. Het is ook vast een beetje een soort sociaal groepgedrag. Je hebt vast ergens een punt in ieder geval. Familie is niet iets waaraan je gebonden bent. Dat je verplicht in hun buurt bent opgegroeid betekent niet dat je je hele leven contact met ze moet blijven houden. Daar ben ik het volledig mee eens. Kijk, familie kies je niet, vrienden kan je kiezen. Familie kan iets heel moois zijn, maar als je familie kut is. Ga lekker weg! Familie is een soort gratis vrienden. Als je geboren wordt heb je gewoon meteen een familie om je heen. En misschien is dat een hele fijne familie. Heb je gewoon een aantal gratis vrienden erbij. Bloedvrienden. En als ze kut zijn en je hebt veel leukere echte levensvrienden. Vind ik het best wel logisch dat je een deel van je familie, neven, nichten, ooms en tantes, redelijk in de steek laat. Je ouders zijn er wel gunners. Die, die voelen je hele leven op en zo. Die verdienen wel wat streetcats. Harry Potter 5, de game, het boek en de film zijn het best. Oh, ik heb echt een tering hekel aan Harry Potter 5. Eigenlijk maakt PewDiePie helemaal geen goede content, omdat het veel hetzelfde is en niet creatief of origineel. Ik ben het soort van met je eens. Dus er is een verschil tussen creatieve content en goede content. PewDiePie doet inderdaad momenteel heel veel redelijk inspiratieloze video's. Wat voornamelijk gewoon is reageren op leuke filmpjes dat betekent niet meteen dat hij kutvideo's maakt de manier waarop hij reageert op de leuke filmpjes, maar het is nog iets wat het kijken waard is. Dus een beetje het is een verschil tussen bijvoorbeeld PewDiePie en Dumpert-reten. Als ik Dumpert-reten kijk, dan wil ik gewoon Dumpert-filmpjes zien. Maar ik ben gewoon te lui om één voor één die kut filmpjes op Dumpert aan te zetten. Dus dan kijk ik maar dumpert -reten. Maar het commentaar wat ze toevoegen aan de filmpjes boeit mij niks. Bij PewDiePie heb ik nog veel meer dat het me daadwerkelijk interesseert wat hij bij de filmpjes zegt. En op die manier heeft hij alsnog wel een soort van een interessant kanaal, maar eerlijk gezegd ben ik het met je eens als je zou zeggen: Pewdiepie verdient het niet om de allergrootste YouTuber te zijn. In principe brengt hij momenteel vrij weinig vernieuwens naar het landschap en is het voornamelijk gewoon heel veel van hetzelfde. Het is controversieel, maar het moet gezegd worden. Hey, Stalin is terug. De Muur bij Mexico is een goede oplossing. Minder illegale immigranten. En de VS bespaart rond de 100 miljard euro aan kosten per jaar als het illegale immigrantenprobleem wordt opgelost. Ik geloof dat een heel groot probleem is dat de meeste illegale immigranten komen in Amerika en met een vliegtuig. Ze hebben gewoon een visa om daar te blijven. Visa verloopt. Je moet technisch gezien terug naar je eigen land. Maar ze blijven gewoon. Dat is het probleem. Het hele immigratieproces op zich moet flink opgepoetst worden en verbeterd worden, maar hele grote fysieke muur bouwen. Uh, is niet de allerbeste oplossing. Misschien dat het alsnog economisch een voordeel is. Die muur is duur, maar minder immigranten. Aan de andere kant zijn immigranten ook alweer heel goed. Ze doen ook een hoop... Ze stelen je banen, weet je wel. Ze stelen je baan en tegelijkertijd stelen ze je uitkering... omdat ze niet willen werken. Dat is de eeuwige paradox. En je moet denk ik een beetje de getallen naast elkaar leggen... of die muur nou precies qua geld zin heeft. Voor de rest, murenbouw tussen landen is een klein beetje... Ja, na de Tweede Wereldoorlog, Koude Oorlog, oldschool. Ik heb het er niet helemaal op. Laten we daarop houden. Paracetamol smaakt niet vies. Wow, ik ben het niet met je eens. Gadverdamme. Dat is wel chill. Dan kan je gewoon de paracetamol oplossen in water en dat smerige water achterover tikken in plaats van die kutpillen slikken. Het is wel handig. Soms laat ik mijn pizza's aanbranden omdat ik verbrande pizza's lekker vind. Ik haat mijn leven. Nou, Jelle, goed nieuws. Ik haat je ook. Wat de fuck, als dat niet best. Als de geneeskunde veel beter wordt, krijgen we sneller overpopulatie en dat is niet goed. Ziektes zijn kut, maar ze zorgen voor een leefbare wereld en evolutie. Ik ben heel benieuwd hoe jij kijkt naar dit standpunt op het moment dat je ziek bent. Dat je een ernstige ziekte hebt en best wel behandeld wil worden. Nee, sorry, de overpopulatie. Ik liever gewoon dat je hoe het gaat. Uh, sowieso, dit is niet hoe evolutie werkt. Evolutie gaat echt puur om het feit, krijg je kinderen of niet? Uh, op je tachtigste ben je waarschijnlijk redelijk onvruchtbaar. Of een mens nou tachtig of honderd wordt, heeft vrij weinig te maken met evolutie. Alleen als je als babytje heel ziek bent en we kunnen je redden en vervolgens krijg je kinderen, dan verpest je evolutie. Dus dat deel van je mening kan ik sowieso onderuit halen. Je kan een soort van zeggen, overpopulatie, mensen moeten niet te oud worden, maar misschien moeten we dat punt een beetje gaan bereiken als als er eenmaal overpopulatie is en iedereen doodgaat van de honger. dat we dan gewoon zeggen: oké, okay, vanaf 70 maken we je gewoon dood. En dan misschien de pensioenleeftijd een klein beetje omlaag. vind je dan wel redelijk? Ik vind dat ik niet andermans troep hoef op te ruimen. Ook al kost het nul extra moeite en is het niet vies. Goed nieuws, gekke man: niemand verplicht jou. Om andermans troep op te ruimen. Ik ben vaak in een goede bui. Als ik toch al troep in mijn handen heb en ik loop naar de prullenbak en er ligt troep op de grond. Dan ruim ik het maar gewoon op met het idee dat hey, als iedereen dit doet, is de aarde iets schoner. Wat wel fijn is, want ik hou niet van lopen door een vuilnisbelt heen. Niemand is verplicht om andermans troep op te ruimen, al helemaal als het smerig is. Maar hey, als je het doet, scoor je wat extra karma. Kunnen we samen chillen in de hemel. Oh, dit zijn de laatste berichten. Gelukkig, gelukkig heb ik precies dezelfde vraag ook op Twitter gegooid. Daar zijn altijd de boze mensen. Dus we hebben nog meer controversiële shit. Poh, wat een mooie Twitterpagina. Volg me op Twitter. Ik ben hilarisch. Kijk, het is Rob je boy. Eens even kijken. Klimaatverandering kunnen we niks aan doen, hebben we al gehad. Cola is ranzig, uh, ik vind het best wel lekker. Meer mensen peuteren in hun neus dan ze toegeven, want het is gewoon lekker. Ik geef toe, ik geef toe. Friends is overrated. Zoals ik al zei, bijna alles wat populair is, kun je wel van zeggen dat het overrated is. Dat zegt alleen dat mensen vinden het te goed. Het is niet per se slecht, maar mensen vinden het... Te goed. Het ding is, Friends dat is ook best wel oud. Met echt nog zo'n klassieke lachband erachteraan. Vandaag de dag denk ik dat heel veel mensen van mijn leeftijd of jonge Friends niet heel erg kunnen waarderen. want we ook gewoon te jong zijn voor dit soort verschrikkelijke comedy. Dus ja, ik ben het met je eens. Het is overrated, I guess. Koffie is vies. Aardbeien zijn niet te vreten. Kijk, dat je koffie vies vindt, snap ik nog wel. Het is gewoon fucking bitter. Het is echt iets wat je moet leren drinken, maar... Waarom de fuck zijn aardbeien niet lekker? Aardbeien zijn echt een van de beste vruchten ooit. Controversiële mening. Christelijke slash islamitische slash eigenlijk alle religieuze basisscholen moeten weg. Ben ik het mee eens? Ik heb zoiets van religie. Hartstikke leuk, maar waarom moet dat op de basisschool? Kunnen we niet gewoon zeg maar, religie in het weekend doen? Thuis, vanuit de ouders. Ik vind niet dat het het ding is dat een basisschool je zou moeten leren. Basisschool is voor rekenen, schrijven en papiermaché-knutseldingen doen. Uh, religie past daar niet echt in en gaat alleen maar ten koste van het leren van andere skills. Iedereen mag maar één kind hebben. En als je een drukke baan hebt, geen kinderen. Ik zie hier sowieso een probleem: het feit dat. Nederland op een gegeven moment heel snel, heel hard uitdunt als we geen kinderen mogen hebben. Volgens de vraag, hoe ga je me tegenhouden? Wat als ik opeens wel een tweede kind krijg, wordt het dan een gigantisch hoge boete? Gewoon een heel hoog bedrag. Wordt mijn kind doodgemaakt? Op die manier, als het een geldbedrag wordt, dan worden kinderen een ding van de rijken. En hoe rijker je bent, hoe meer kinderen je kan hebben. Ik weet ook niet precies wat je argumentatie is aan het feit dat drukke mensen geen kinderen mogen lijkt de logica te zijn dat je vooral vindt dat kinderen te weinig aandacht krijgen van hun ouders en het dan een beetje op die manier proberen op te lossen. Ik snap ook wel dat het de bedoeling is dat je kind gewoon 24/7 in een kinderdagverblijf dumpt en dan af en toe gewoon zegt: "Oh ja, ik ben je papa, even foto maken voor Insta." Ik denk dat je wel sowieso daarnaar moet kijken, maar het is sowieso een heel moeilijk ding het, het ouderschap afpakken van mensen, zelfs mensen met een verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld mensen met syndroom van Down. Die mogen gewoon kinderen krijgen. Je kan niet tegen die mensen gaan zeggen van... Ja, maar sorry, jij ja, mag geen kinderen krijgen. We gaan je gewoon castreren. Maar van het verhaal is iedereen gewoon even lekker voor zijn kinderen kan zorgen. Anders kinderbescherming erbij halen. Dat lijkt me sowieso wel een goed idee. Mayonaise is moeilijk vies. What? Mayo's chill. Met een beetje curry. Ik haat je, Eva. Ik. Films zijn saai en voorspelbaar. Films zijn wel best wel vaak voorspelbaar. Saai zou ik niet willen zeggen. Je kijkt mijn YouTube-video's, dus je hebt geen recht van spreken. TV is vermakelijker dan YouTube. Dat hangt, denk ik, heel erg af van wat voor TV je kijkt. Ik vind echt vrij weinig dingen op TV interessant. En zoveel dingen op TV is iedere dag precies hetzelfde. Ik vind TV pas echt saai en voorspelbaar. Frikandelbroodjes zijn ranzig. Depressie is onoplosbaar en scheten ruiken lekker. Oké, okay, frikandelbroodjes zijn ranzig. Dat zijn jouw smaakpapillen die gewoon niet functioneren. Depressie is onoplosbaar. Hoe kan het dan dat mensen eerst depressief zijn voor een hele lange periode en daarna niet meer? Dat klinkt als een redelijke oplossing. Scheten ruiken lekker. Dat kan, maar vooral je eigen scheten. Xbox is beter dan PlayStation. Kijk, het ding is iedereen in Nederland. Heeft de PlayStation. Omdat je vrienden een Playstation hebben en je graag gamet met je vrienden, koop je ook een PlayStation. Verder zijn er echt veel meer toffe games op de PlayStation. Ik snap echt niet wat de chiller is aan de Xbox. De PlayStation heeft de superieure games. Vrouwen die boeren en scheten laten, zijn ranzig. Ook al is het nodig. Wat ik me vooral hier afvraag, is waarom zijn vrouwen wel ranzig en mannen niet als ze precies. Hetzelfde doen. Of boeren en scheten zijn hartstikke normaal. Het hoort bij je lichaam. Dat is hoe de natuur werkt. Of het is altijd ranzig. En dan is de vraag ook van waarom. Wat is er nou echt zo ranzig aan boeren en scheten? Behalve, oeh, het hoort niet. Etiketten van uit de middeleeuwen. In principe ben ik het echt op meerdere niveaus niet met je eens. Het is echt. Fucked up, eigenlijk, dat we bij vrouwen het nog zoveel erger vinden als ze een scheet laten. Oeh, vrouwen poepen niet. That's some bullshit. Een echte vrouw poept gewoon in mijn gezicht. Dat is wat ik vind. Change my mind. Dat was hem. Dankjewel voor het kijken. En uh, als we het ergens totaal niet over eens waren, laat even weten in de reacties. En bedenk je, we kunnen het niet. Altijd met elkaar eens zijn. Sorry dat ik een compleet andere mening heb. Als je... Ik ga graag nog even in discussie. Maar please blijf van me houden. Ondanks dat ik blijkbaar iets heel erg doms vind. In jouw perspectief. En ook andersom. Laat even weten of je vaker dit soort video's zou willen zien. Ik heb er best veel tijd in gestopt. Als je misschien even een duimpje omhoog zou kunnen geven, zou dat gewaardeerd worden. Bedankt voor kijken. Doei!